kurenkaartje stoppen en de pincode invoeren. Ja, kijk eens aan. Wachten tot het je aangeeft. Ja. Ja, transactie is goed. Kijk, opgelost. Nou, top. Dan bent u verder in orde. Ah, dat is nummer 1. Ah ja, ja. Snapt hij hem of niet? Volgens mij wel, hè? Even kijken, controleer jij daar even zijn voertuig? Ja. Ik geef je zo even de papieren. En goedemiddag, heer. Goedemiddag. Is uw legitimatiebewijs voor mij? Ik heb zeker mijn legitimatiebewijs voor u. Even kijken. Ja, hier, kijk eens aan. Ja, dank u wel. Even voor de duidelijkheid, ik ben nou op een algemene controle, dus verder geen misdrijf wat u heeft gepleegd of zo. We controleren even enkel alles. Er is verder niks aan de hand. Even kijken hoor, papieren. Had u ook de voertuigpapieren toevallig? Ja, die heb ik hier liggen. Oh, dan moet ik ze even zoeken, een moment. Ja, kijk eens aan alsjeblieft. Moet de motor uit trouwens? Ja, doe maar even, ja. Kijk eens aan. Ja, dank u. Hier autopapieren voor jou. Ja, dankjewel. We gaan even alles controleren, komen zo bij. Je mag even rustig blijven zitten. Ja hoor. Ja, oké, top. Nou. Ja, helemaal goed hoor. Ja? Ja. Oké, toppie. Ik controleer deze nog even. Er staat nog een boete open, dus je moet die even betalen. Oké. Kun jij het pinapparaatje voor zeker even pakken? Ja. Meneer. Ja, goeiedag. Autopapieren zijn verder in orde. Ik heb net even uw persoonsgegevens gecontroleerd. En daar blijkt dat hij nog een openstaande boete heeft van €230. Ooit voor roekeloos rijgedrag. Die heeft hij nooit betaald. Dus je moet u bij deze wel betalen. Contant of pin maakt niet uit, maar je moet het betalen in ieder geval. Kan ik daar echt niet op wachten? Want ik krijg over een paar weken salaris. Ja, nee, dat snap ik. Maar het is een machtiging, dus het moet. Ja, als het moet, dan moet het, hè. Oké, wilt u graag contant betalen of wilt u pinnen? Nou, ik heb een rode cent op zak, dus doe maar met de pin. Oké, is goed. Kom mijn collega's even met het pinapparaatje. Ja, is goed. Bizar, joh. €230. Ja, ik heb het ook niet verzonden, helaas. Dus. Ook al eens eigendrag. Ja, dat was er nog met mijn oude auto. Oké. Kurenkaartje stoppen in de pincode invoeren. Ja, kijk eens aan. Wachten totdat hij aangeeft. Ja. Ja, transactie is goed. Kijk, opgelost. Nou, top. Dan bent u verder in orde. En dan wens ik u verder een fijne middag, fijne avond alvast. Ja, van start en succes. Ja, oké, dank u. Tot ziens. Tot ziens. Nou, dat is nummer 1. Ja. Ah, daar komt de volgende geloof ik alweer. Kijk daar rechts, vrachtwagentje denk ik. Oh ja, ja. Nou, super. Meteorite. Weet jij wel eens? Nee, geen flauw idee. Zal wel een of andere Amerikaanse iets zijn.
Goeiedag, heer. Goeiedag. Ik ben beland bij de algemene controle, dus verder niks aan de hand. Ik wil graag even de gegevens van uw vracht. Heeft u uw vracht bij? Ja. Oké, mag u die papieren even afgeven? Sowieso ook persoonsgegevens. Gaan we die eens even snel controleren, bent u ook zo snel mogelijk weer weg. Oké, is goed. Ik pak ze er even bij, hoor. Ja, hoor. Mag ook de motor daar even uitzetten? Ja. Zo, hier heb ik het. Alsjeblieft. Ja, dank u. Mag u voor mijn collega even de vracht openmaken? Gaat hij de vracht even kijken? Ga ik de persoonsgegevens voor u doornemen? Ja, ja? Is goed. Oké. Okay. Zo. Ziet u het? Ja. Nou, het is allemaal snoep. Wat is dit? Dat is ook snoep. Allemaal snoep. Ja, ja, en snoep zit in capsules? Ja. Oké. Okay. Wat treffen we? Ja, snoep in capsules of zo. Helemaal hier achter in het doosje. Hier. Speciale doosjes, hè? Ivar? Ja? Kun jij heel even dit controleren op drugs? Ja, ik pak even een uit de auto. Ja. Aangezien mijn collega het een beetje raar vindt dat er een bepaalde capsule zit waar het snoep in zit, gaan we even controleren. Ja, is goed, doe maar. Als het verder prima is, dan laten we gewoon door. Persoonsgegevens heb ik gecontroleerd of verder in orde. Oké. Voor welke maatschappij vervoert u, als ik vragen mag? Ja, van Meteoriet. Oké, van de... Heb je zo'n capsule? Ja. Wat zegt u? Heb je zo'n capsule? Kun je zo'n capsule even voor me pakken? Ja hoor. Ik zal even pakken. Ja. Zo, hier heb ik er een. Alsjeblieft. Yes, dankjewel. Goed, wat ik nu ga doen, ik stop het stukje van de snoep stop ik in het buisje. Als deze blauw van kleur wordt, of roze, dan zou het drugs bevatten. Oké. Alright, nou zoals u ziet, blauw kleurtje. Zijn wel een beetje vreemde snoepjes. Nou, ik vervoer gewoon wat mijn baas me geeft, dus. Voor de rest weet ik er niets van. Begrijp ik. Nou, ik pak nog een paar capsules om het zeker voor de zekerheid even uit te sluiten. Ja, moet ik er nog een paar geven? Nee, ik pak zelf even. Oh, is goed. Nigel? Ja? Het kan zijn dat wij zo op transport kwamen, dat meneer Blauw heeft gekregen bij een drugstest. Dus daar moet je even rekening mee houden. Zorg wel even voor, pak daar maar even de golf. Ik zal even mijn sleutels pakken zo. Kun je hem even daarmee vervoeren als je wil. Ja. Top, dankjewel. Geen probleem. Hier trouwens meteen de sleutels, anders dan vergeet ik het daar weer. Ja, dank je. Alsjeblieft. Goed meneer, 3 capsules, 3 keer blauw. Ja. Meneer, betekent dat u momenteel bent aangehouden op de opiumwet? Mag u even omdraaien? Oh, maar ik vervoer het alleen maar voor mijn baas. Ja, snap ik meneer, maar u bent wel degene die momenteel aansprakelijk is voor de vracht, dus u mag zich even omdraaien. Oh, altijd dit gezeik weer. U bent dus bij deze aangehouden, u heeft recht om te zwijgen. Alles wat u zegt kan en zal tegen u gebruikt worden en u heeft recht op een raadsman. Nu die nu geen raadsman kan veroorloven, wordt er een toegewezen door het Openbaar Ministerie. Is dat helder? Nou, helder is het zeker. Oké. Goed. Mag u met mij meekomen? Ja. Ja. Hij mag met de golf mee, Daan. Ja. Nigel rijdt hem eventjes. Laat hem even links instappen, want rechts liggen ook die boeken. Altijd hetzelfde. Ja. Laat hem hier maar instappen. Yes. Even kijken hoor. Ik zal even snel die sleutels pakken. Wacht maar even, Nigel. Dan laat ik even die vrachtwagen wegrijden. Ja. Ivar, check even, pak even zijn sleutels. Jij die vrachtwagen, heb jij de vrachtwagen rijbewijs toch? Ja. Oké, kun jij daar eventjes die vrachtwagen iets naar voren rijden? Even daar die klep dicht. Kon vanaf binnen, want dat deed die gozer ook, dus. Zit volgens mij boven altijd zo'n paneeltje. Moet je hem even kijken. Ja, ik ga hem even zoeken. Oké. Let me see. Ja, het is een beetje een grote kleine stal weer in.
Even kijken, als het goed is, deze drie. Doet hij het? Nee, die moet je hem even dicht drukken. Ik zal even kan kijken. Dat? Zit een knopje na bij de achterkant? Ja, dat was zoiets. Ik zal even kijken hoor. Ja, daar. Dicht? Yes, ja. Nu is hij weer. Nu gaat hij wel. Top. Yo, dat was hem. Daar kan je rijden. Yo. Oké, okay, yo. Heb jij de gegevens nog van hem? Ja. Oké, okay, top. Leg die even hier in de toerand en dan hou ik die bij. Zo. Top.